we vinden het echt verschrikkelijk hier. Waarom? Er lopen ratten voorbij. Het is overal, elke keer staan we in de file. In maart van dit jaar is het luxueuze winkelcentrum De Mol of the Netherlands geopend in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Maar sindsdien regent het klachten. Het winkelcentrum zou onbereikbaar zijn, mensen staan uren vast in de file en buurtbewoners zijn het zat. Ja, daar sta je dan. Ja, in de regen. Sta je hier vaker vast? Ja, elke keer als we hierheen gaan, sta je weer vast. Wat vind je daarvan? Ja, het is wel erg vervelend, want je wil gewoon je ding daar kunnen doen. En als jij op tijd ergens moet zijn, ja... Ja. Dan ben je daar maar kort. In één woord, wat vind je ervan? Kut. U schreeuwt naar mij, want u wil wat zeggen. Ja, we wonen op de Schout van Eiklaan en we vinden het echt verschrikkelijk hier. Waarom? Er lopen ratten voorbij. Het is overal, elke keer staan we in de file. Het is eigenlijk de eerste keer dat we hier zijn. Oké. En u gaat naar De Mol? Ja, een poging doen, maar... Gaat het lukken, denkt u? Ik hoop het. De Mol of the Netherlands is een mooi, heel groot winkelcentrum. En dat is gelokaliseerd precies tussen de twee ontsluitingswegen van Leidschendam. En daar zit eigenlijk meteen het probleem. De weg waar die straten op uitkomen, de N14, die zit eigenlijk in de spitsen nu al vol. Als je daar van tevoren heel goed over nadenkt en je berekent wat dat betekent voor de capaciteit van je weg, dan zou je moeten denken van zonder dat we extra ingrepen doen, gaat dit niet lukken. Mensen die er wonen, die kunnen hun woning in die hele drukke momenten, met name dus in de spitsen, eigenlijk niet meer bereiken. Ik hoorde al van mensen dat ze er een half uur over doen, over een stukje van een kilometer. Voor ze überhaupt bij hun huis komen. U woont hier in de buurt? Ja, klopt. Ik woon hier inderdaad in de buurt. Wat doet dit met de buurtbewoners? Veel woede, denk ik. Vooral voor de mensen die hier wonen dan. Dus je kan je auto gewoon niet meer kwijt. Hier in de buurt? Ik woon hier. Juist. Ja. En wat vindt u dan van De Mol? Het is heel erg druk. Het is een trekpleister voor heel Nederland op dit moment. Maar een grote ergernis voor de buurtbewoners hier zo. Want je kan je auto niet meer kwijt. Het is altijd stervensdruk. En het is gewoon niet leuk meer. Normaal doe je ongeveer vanaf de snelweg ben je 10 minuten bezig om thuis te komen. En dan ben je ongeveer 5 kwartier bezig om thuis te komen. Want het staat gewoon overal vast. Ambtenaren, wethouders, gemeenten die gaan eerst een prestigieus plan gaan ze neerzetten. Ja. En dan daarna gaan ze proberen de problemen op te lossen. Nee, daar moet je eerder aan denken. Mevrouw de wethouder, wat was het idee achter deze shoppingmall? Nou, het idee achter de shoppingmall was dat er al een heel groot winkelcentrum was, Leidse Hagen. Ja. En dat winkelcentrum was dringend aan vernieuwing toe. En dat is eigenlijk het idee geweest om daar vernieuwing toe te passen, een nieuwe shoppingmall. Ja, en nou bent u vast op de hoogte van alle problematiek en de klachten van omwonenden. Ja, dat klopt. En we nemen die zeer serieus. Is dit dan achteraf gezien de plek om die mall neer te zetten? Ja, dat weet ik niet. Er stond natuurlijk al een winkelcentrum. Ja, maar niet zo groot. Het winkelcentrum was wel heel druk. Ja. Deze is groter, dat klopt. Maar het is berekend dat het kan. En je ziet dat het druk is. En dat het... Maar wie heeft dat dan berekend? Want volgens mij, als ik zo de bewoners spreek, kan het niet. Er zijn verkeersmodellen voor. Maar wij nemen de zorgen van de bewoners zeer, zeer serieus. Wij werken ook samen met Bereik en met Rijkswaterstaat en met de verkeerscentrale. Mm. En we zien dat door de maatregelen die we nemen, hè, dus goede circulatie, goede bebording, inzetten van OV, nou, dat wel effect heeft. Ja. Zo ervaren de bewoners het niet. Klopt. En wij nemen die zorgen van de bewoners zeer serieus en die hebben we zelf ook. En daarom werken we ook heel hard om de verkeerssituatie en de parkeersituatie te verbeteren. Ja. Als u nou heel eerlijk bent, hebben jullie er spijt van? Nee, we hebben er geen spijt van, want dit is een prachtig winkelcentrum. En het geeft onze bewoners ontzettend veel plezier. Het is prachtige horeca, uitgaansgelegenheden, bioscoop, een keur aan winkels. En bovendien de mensen die hier naartoe komen, die zien wat voor moois wij als Leidschendam-Voorburg te bieden hebben. En die gaan naar andere winkelcentra. Ja, oké. Maar u heeft nergens het afgelopen jaar gedacht van is dit wel de goede keus geweest? Nou ja, kijk, mensen hebben zorgen en die zorgen deel ik. En daarom heeft het oplossen van de parkeersituatie en de verkeerssituatie de hoogste prioriteit. Ja. Gaat u er zelf wel eens heen? Ik ga er ook heen, ja. En ik geniet er ook van. En ook in het weekend? Ook in het weekend, ja. Oké, maar dan gaat u niet met de auto? Meestal ga ik met de fiets. Dat dacht ik al, want dat is bijna niet te doen natuurlijk. Het valt mee, op heel veel dagen gaat het goed. Maar toch pakt u de fiets? Ja, dat klopt, is goed voor de lijn. Oké. Nou, dank u wel.